graag het woord geven aan Leroy Zijl. Voordat ik wil starten, wil ik eigenlijk vragen om allemaal eventjes te gaan opstaan. Ik hoor weer een en ander aan de vragen. Dan zou ik graag willen dat jullie allemaal jullie ogen even dicht doen. Wees niet bang, ik blijf hier staan, dus dat gebeurt niet. Dankjewel, mag ik jou nog zitten? Dat heel veel mensen altijd druk zijn. Dus waar we het hier over gaan hebben, is persoonlijk leiderschap. Hoe zorg je nou eigenlijk voor dat jij controle hebt over hetgeen wat jij doet? We hebben van alles wat we willen doen, maar hoe gaan we daar nou op de juiste manier mee om? Hoe zorgen we ervoor dat we daadwerkelijk bezig zijn met de belangrijkste dingen? Ga vooral achter je dromen aan. Ik zal drie stappen met jullie gaan doornemen, waarin je tot de kern komt van hey, wie ben je nou eigenlijk, wat wil je nou precies, wat zijn je dromen? Maar ook, hoe ga je dat bereiken? Stel nu dat je geen 24 uur, maar 25 uur in een dag hebt. Je zit 1 uur extra. Wat zou je dan met dat uur willen doen? Sporten. Vinden jullie deze dingen die we hebben opgeschreven nu, is het belangrijk? En hebben jullie het gevoel dat jullie af en toe hier tekort in komen? Ja. En probeer datgene wat ik jullie ga leren, om dat straks te gaan toepassen, zodat je dat extra uurtje ook hebt om datgene te doen wat je hebt opgeschreven. Dus ik jullie de vraag om met jouw vinger naar de plek te wijzen waar het noorden is. Het noorden, wat is voor jou het noorden? Wat is jouw kompas? Waar wil je naartoe? Hoe ziet jouw perfecte dag eruit? Ben jij degene die de horloge maker is? Of ben jij de tijd verteller? Als jij vandaag niet bepaalt, dan doe je het morgen. En als jij het morgen niet doet, dan doe je het wel morgen. Dus dat blijf je maar doorkaf. En dan doe je het dus niet. Dus het is belangrijk dat je daar nu mee begint. En datgene wat je maar wil. Dat is maar 1 minuutje. Dat maakt echt niet.